woensdag. We gaan vandaag met de bus. Hi, Kitje. Hi. Hi, Lina. Toch mee? Toch mee? Het is vandaag woensdag 7 september en we gaan met de Reuma Patiëntenvereniging samen naar de watertuin. Koffie begeven. Dat doen we ook vanzelf. Een entree. Eerst maar eens even een lekker kopje koffie. We hebben een volle bus, 52 personen. En het is 10:15 nu. We hebben tot 11:45 om hier rond te kijken. En dan gaan we door naar de Hoek van Holland. Naar de waterkinderen. Heerlijke gesorteerde gebakjes. Had je wel gezien? Wat een vissen. Ja, hebben we daar gedaan dan? Je kunt ook wel voer kopen, maar volgens mij hebben ze het hier al prima. Nou ja, als je dan niet bent. Nee, maar we zijn van een beetje. Driftig foto's gemaakt. Maar dan zoomt hij automatisch in. Nee. En dan blokkeert hij. Nee. Ik begin eigenlijk nooit. Even kijken naar de Japanse vogeltjes. Ja. Ik heb hier mooi twee mensen. Dat zijn de. Dat zijn de Japanse nachtegaal. Ja, ze zijn toch wel los hoor, maar. Ja, wij kregen ook iets op van het bank. Nou, dat was in zo slecht Nederlands. En hups, verder. Ja, ik wil
ik kan beter gaan timmeren. Maar dan willen ze. Ja. En er was ook een vrouw bij die zegt, nou, dus ik had nooit gedacht dat dat me zou zijn. Jos zit ook in de ja, ik had er wel Heer. Super, wat een dag. We gaan om 11:45 vertrekken. Dat is nu zo'n beetje, dus langzamerhand. Gaat iedereen weer aan stal te maken om de bus in te gaan. Gewoon lekker doorlopen. Ja. Ook nog met geluid. Ja, helemaal. Dus berg je maar. Helemaal goed. Rustig aan maar. Oh, ben ik weer een breed beeld. Ga toch weg met je ding. Maak er wel een smal beeld van. Smal beeld voor ja, 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 ja. Ik zal je gaan vertrouwen naar hè? Oh, je hebt het daarna. Ja. Ik heb nog een stand. Deze scheve rond is een restaurant gevestigd. Unicum. Daar gaan we eten. Het zicht op de nieuwe waterweg. Het stormt. Richting de zee. Ik moet. Zo. Ik kan het ook al 6 weken. Aan de lunch. Goed gevulde zaal. Allemaal aan de tomatensoep. Met uitzicht naar buiten. De zon overgoten. Nieuwe water. Dat is boven. Die muk gaat niet duwen. Ik zie schoenen, oké. Okay. Vaart het zee gaat uit met dit weer. Oosterschelm staat. Ja. Maar de zoals ik maar zei, van de andere kant zetten, dan hebben we de deurkant wat uit de wind. We zijn aangekomen bij de waterkering. En hier binnen wordt uitgelegd hoe dat allemaal werkt. Dit is een foto van de Maaslandkering. De inzetbare stuwen bij heel hoog water en extreme storm aan de monding van de Nieuwe Waterweg. Je ziet hier rechts, zie je armen, dat is wat staalwerk zeg maar, dat kan uitklappen naar het midden van de waterweg. En dan op de achtergrond zie je een soort dam, die schuift dan in die arm en sluit samen met de arm aan de andere kant de zaak hermetisch af. Dit is het draaipunt van de arm, een van de armen. Er zit dus ongelooflijk groot dat is en daar inschuiven die massieve wanden. Aan de overkant ligt er ook een. Hier is het principe in het klein nagebouwd. Nou, eerst maar weer even de catering bezoeken. We zijn hier bij de waterkering.
links een reusachtige arm en hier rechts een reusachtige arm. Zandband. Binnen is de expositie over de waterkeringswand en op de achtergrond zie je nog een stukje van die waterkering. Dan kun je een klein beetje zien hoe enorm hoog dat is. Komt de catering. Jan gaat weer uitdelen. Dag tot na het einde. We zijn weer op weg terug naar Alkmaar. En Marjan deelt alvast nog wat lunchpakketjes uit. Wou die levert ook nog even wat drankjes over. Dat is ook in een klein huis. Half zeven, we zijn weer in Alkmaar. De dag zit erop. We hebben het heerlijk gehad. En iedereen tevreden weer naar huis. Bedankt aan de chauffeur. Die een hele goede job gedaan heeft vandaag.